Ronald Kamphuis die zei, Wilhelmus, je moet een keer op donderdagmorgen komen, want dan heb ik hier altijd in de zaak een aantal mannen zitten, soms ook een paar vrouwen erbij, en die weten met elkaar alles wat er gebeurt in de gemeente. Dus als je echt op de hoogte wil zijn met wat er gebeurt en wat er belangrijk is in het leven, moet je een keer op donderdagmorgen komen. Dus dan ga ik nu eens even kijken of die mannen er ook zijn. Ik ben hier bij de Jumbo op de donderdagmorgen. En ik heb van Ronald begrepen, dat is de morgen dat hier de wereldproblemen opgelost wordt. Er zijn een aantal hele belangrijke mensen. Ik zal eens hem kijken wie jij bent. Dag meneer, wie ben je dan ook alweer? Ik ben Harry de Bongère, als ik in Frankrijk woon. Harry de Bongère? Ja, dan was ik in Frankrijk woon, maar ja. Hier ben ik gewoon één bond. Je hebt twee namen. Ja. Je hebt een Franse naam. Kom je vaak in Frankrijk? Nee, weinig. Oh, te weinig. Maar toch een Franse naam, dat is wel leuk. En uw compagnie die aan de koffie zit, is de koffie goed? Ja, prima. Maar wel een goede koffie. Dat is Albert Boerman, hè? Ja. En die bent van de naaimachines, want die hebben een Husqvarna pet op. Ja, van de naaimachines, dat is nou ja, dat zijn naaimachines. Doe in alle machines. Alle trekken redden van die bergen. Ja, hij heeft ook een vergezonde, redden al die mee op optochten, dacht ik, hè? Twee? Ja, twee zijn niet. Ja, ja, niet erg mooi schone. Maar ik heb hem niet. Je moet mij dat gebruiken. Nee? Nee, ik heb het al. Maar je hebt een nieuwe stallenbouw, denk ik wel eens in aan de ministerie. Dan kun je. Je hebt uren breed, hè, met uw trekkers. Ja, nou die maar plek voor één en nou een plek voor twee. Ja, maar normaal maar. En je hebt ook alweer een prootmaker de B-kring. Wie bent u, meneer? Ja? Hillegenkamp. Hillegenkamp? Ja. Van Noord-Oost? Ja. Echt hoor? En kom je nu ook op fietsen hier naartoe? Elke donderdag? En waarom doe je dat? Omdat de markt is of zo? Of omdat u Morten hier bent? Ja, ja. Want Ab kan buurt al lusen. En Bongère, waar kom je weg? Oh, dus jullie hebben eigenlijk ook de hele gemeente zo'n beetje bestreken met hun neus. Alle problemen die in de zorg verklappen, zeg maar, hier van komt. Oh, je hebt ook een functie echt hier. Je wordt ook goed betaald door. Nee, maar zeg, van de ene kant de twee, van de twee kant de drie, van. Ja. Iemand toch aan het linken. Ja, want het is niet zo dat je. Want Ronald zegt, er bent ook wel eens mannen bij die. Die zet de vrouw dan in de winkel en gaat ze zelf lekker koffie drinken hier zo. Nou, dat doet ze zeker. Dat is, maar die is net weg. Dat is kort. Oh, maar hoeveel man ben je dan normaal op donderdag? Vier kilo's. Twee vrouwen. Annie en Fien. Fien is Club Hessem. Oh, uit Hessem. Ook weer het nieuwe gebied. Zo dekken jullie de hele gemeente af. Alleen, maar dan moet je met je op dat ene bankje zitten hier zo. Je wist daar geen zorg. Iemand dan? Omdat je de jongste bent. Ik ben de flinkste van. Ja? Egel. Ja. En toch luim staan, Hilgenkamp. Dat vind ik dan niet zo nees. Is dan niet zo. Ik stop nog geen mensen op. Ik ben zo veel krachtig. Ja, dan heb je nog op bestaan, hoor, denk ik. Ja? Je valt er wel door, maar je hebt meer landeling. Je hebt bonken werken door, nog meer landeling, zeg je, Boerma. Ja. Jongens, is er nog wat gebeurd? Is er nog wat aan de hand in Worg, in Dalsen en de omgeving? Is er nog iets belangrijks gebeurd? Ja, maar hier is onder ons gebeurd, wie in de boer gaat hebben. Als er in de eerste blijft u. Ja, nou hier. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja, maar echt dat woen, dat doe je nooit. Nee. Het is maar een beetje serieus blijven. Ja? Wat is de laatste keer dat Soet dan vertelde was boorheid? Nee, precies. Ze zegt hoe, maar je vergeet ook direct, hè. Is de koffie goed, Hillekamp? Ja. Ja?
Maar ben je dan ook vaste klant ben van de Jumbo waar je koffie wil drinken? Of ja, kan iedereen hier terug? Net niet binnen, maar later. Ja, anders ben je gekheid. Nee, het komt weer alles. Plakjes kaas hier aan de Ik ben er zolder hier, dat is alleen van de. Zo'n merk als een macht of zolder. Oké, okay. Die mag niet te veel zolder hebben van dokter. Helemaal niks. Niks, die dokters ook altijd. Ja. Ik woon even lang, misschien wat toen Centra was. Ja, ik ook. Gijt van der Linden is dat nog. Die kwam bij ons met de bagger bij en dan is, was hij ook van hier. Ja? Gijt van der Linden die later kosten was? Ja. Oké. Okay. Die verder bij ons met de kerenwijn. Maar ik dacht dat hij hier al in campus op zitten net. Die is van de Linde. Oh, voor het campus was? Ja, voor het campus. Oh, ja. Ik heb hier achter nog de schoenen gehad. Ja, een smits. Ik heb hier een keer met zaad aan de lek, want dat is niet aan de lucht. En we hebben een zaad opgegooid. Dat was hier, voor het excuus. Ja. Vanuit de schoenen gooi je niet zaad in het laken aan. En wie woont hier toe? Van die kleine jongen. Van de Linde? Van de Linde was dat niet lekker. Heb je nog les gehad van de zusters door, van de non? Want ik had van de week een gesprek met Sintje, Zwartjes. En die heeft ook op die schoenen zitten, die vertelt me dat, hè? Ja, die is nog maar 74. Dat is nog een broekje vergeleken bij jou. Ja. Die heeft net van alles verteld over. Dat vroeger, dus toen zaten de mensen, zoals jullie, zaten hier niet in de winkel, maar die gingen dan even naar de overkant. He, naar het café. We hebben de Bernard. Ja. Hoe bedoel je? Die melk die tussen de melk in de Poordam. Oh, dan gingen ze die hebben de. Ja, krijgen. Nou ja, nu zijn er eten, dan een pultje drinken. Ja, dat moet je doen. Ja. Er waren ook allemaal enge zelfstandige boeren, hè? Ja. Die schreeuwen in op zo'n rit. Ja. Ja, fiets die had hier maar kort voor 11 uur. Ben je de Brinkhof? Ja, de Brinkhof, ja. Ja? En wanneer ging je erin aan, zeg je? Ja, hier op de nacht. Ja, maar dat fiets die had. Maar ben je dan voor u stilgekomen naar Hoornhorst? Maar die ja. Ja. Oké. Ja. Er zit toch nog heel een kamp? Maar waarom ben je dan de Hoornhorst gegaan? Vond je het niet mooi? Ja, ja. Ja, maar nou zegt Ronald, jullie vertelden ook nog wel eens een bakking aan elkaar. Klopt dat, of niet? Ja, gaan we natuurlijk. Als ik een bak weer eet, dan ben ik overnieuw werken, maar niet. Nee? Oh, dus dat is een beetje. Ja? Wel een net die je op televisie gaat? Nee. Nou, dan doet het me gauw. Ja, het is ook een visie, hè? Nee. We hebben een stoer die gaat op u bezoeken. En er zit al een jongen op de kant en een jonge poesje, hè? Ja, die heeft een gesprek met die stoer die gaat en dan zal het katten liggen. Ja. En de poesjes zijn ook katholiek, meneer Pastoor. Ja. Hij is heel mooi. Dat was ze maar goed. Ja. Nou, dat zal doen. Drie weken later ging die pastoor er weer heen. En toen zei hij, dat moet die jochie al in de deur tegen te zeggen. Onze poesjes zijn nou erg warm, meneer. Hoe dat zo dan? Gewoon minder luid gaan. Nou, dat is toch een hele beschaafde mop. Ja.
Hé? Ik ben jullie ook katholiek of hervormd of niet? Kijk. Ik ben katholiek. Ja, jammer dat Hillenkamp weg is. Ja, die kennen we. Ben allemaal katholiek. Ja, die hebben mij vragen gehad. Ja, ik moet een beetje hek aan zeggen, dol, die langs mijn kloor. Zie je dat? Ja. En dan over 80 jaar dan zit deze meisje ook bij jullie. Hallo. Je bent nou op de foto. Ben je dan leuk? Heb jij een lekker koekje? Heb jullie geen koekje bij de koffie, jongens? Ja, kun je zo pakken? Maar nee, ik doe het niet. Oh nee, je zit een beetje op rantsoen. Ja. Ja. Nou, ik zal ook eens een bakje koffie nemen.